Nou ja, de ereprijs is natuurlijk die verdienen een ereprijs, laat ik het zo zeggen. Want dat is natuurlijk krankzinnig wat zij ook voor jonge componisten. Ik weet niet hoe lang die Young Composers Meeting nu bestaat, maar het is behoorlijk lang. En wat zij voor die hele sector betekenen, dat is natuurlijk, ja, dat is geweldig. U kijkt naar aflevering 51, tweede reeks van De Muze. U hoorde zojuist een van Nederlands topcomponisten, Guus Jansen, over Ensemble de Ereprijs. Het meest vooraanstaande ensemble in Gelderland dat zich actief toelegt op het spelen van hedendaagse gecomponeerde muziek. Jansen componeerde zelf een stuk voor de Ereprijs dat in november jongstleden in Arnhem in première ging. De Muze was daarbij en in de tweede helft van het programma komen we daar, evenals bij een uitgebreid werk van een componist waar de Ereprijs vaker mee werkt, Giel Meijering, op terug. Als we nader ingaan op de muziek die de Ereprijs speelt. U begrijpt het al. Deze extra lange uitzending van de Muze gaat in zijn geheel over dat orkest de Ereprijs, dat dit jaar 40 jaar bestaat. Wim, een beetje zenuwachtig voor het grote moment. Ja, het loopt me dun door de broek. Voor de rest valt wel mee. Gelukkig. Tevens kreeg Wim Boerman, man van het eerste uur en nu de dirigent en artistiek leider van de groep, in Den Haag uit handen van de wethouder cultuur Robert van Asten de Theo Bruinsprijs uitgereikt. En dat is een prijs voor personen die zich uitzonderlijke wijze inzetten voor het Nederlandse muziekleven. Hoogste tijd dus dat de Muze dit bijzondere gezelschap in de schijnwerpers zet. Dat doen we door uitgebreid met Wim Boerman te praten, maar ook dus, zoals reeds gezegd, uitgebreid op het repertoire van het orkest in te gaan, aan de hand van de composities Baal van Giel Meijering en extravagante consonanten van Guus Jansen. De Muze filmde bij Wim Boerman thuis in het repetitielokaal en kantoor van de Ereprijs in Apeldoorn en natuurlijk bij concerten, in dit geval Den Haag en Arnhem. Ook ziet u enige beelden uit een oude uitzending van de Muze, precies 10 jaar geleden, toen we in een korter item stilstonden bij een van de vaste activiteiten van de Ereprijs, namelijk het doen van compositieprojecten voor en met middelbare scholieren. In deze hoedanigheid is de Ereprijs ook in Nijmegen te bewonderen, op 23 maart aanstaande op het NSG Groenewoud. Maar we beginnen nu met de feestelijke prijsuitreiking aan Wim Boerman. En dan is nu tijd voor het officiële moment dat ik de prijs aan u ga uitreiken. Ja Wim, misschien kun je even zeggen wat voor prijs het was wat je hebt gekregen, die je hebt gekregen in Den Haag en ook natuurlijk wat het voor jou betekent. Ja, het is volgens mij is niet zozeer, zit mijn naam eraan, maar is het vooral natuurlijk over de activiteiten van de Ereprijs. En volgens mijn partner over de niet aflatende ijver waarmee de Nederlandse muziek, de nieuwe muziek, wordt gepromoot. En dat kan ik alleen maar van harte onderschrijven. En ook iedereen waarschuwen en verzekeren dat we dat nog heel lang blijven doen. Dus daarvoor terecht een prijs, denk ik. Zeer vereerd met deze prijs. Met naam Theo Bruins. Want ergens daar begin 70 zat hij achter de piano bij het blazersensemble Eed door de Water voor. En dat was voor het eerst dat ik het in live het pianoconcert van Stravinsky met blazers hoorde. Dat zit nu nog in mijn oren. En die man die dat bewerkstelde, Theo Bruins,
hebben we daarna natuurlijk nog vele keren gezien in Bartok concerten. En echt fenomenaal. Dus ik, een beetje nederig moet ik zeggen. En zeer vereerd. Ook ontroerd, want dat was ongeveer het begin van een soort dialectische periode, zou je kunnen zeggen, waarin de ensembles omhoog schoten, het Nederlandse muziekleven ontzettend divers tevoorschijn kwam. En nu zitten we een beetje aan de andere kant van die boog, van die dialectische boog. En hopen dat het weer een stijgende lijn wordt, waarbij ik dan toch telkens moet denken aan Louis Andriessen, die dan zegt, nee jongens, kinderen, het gaatje is nog lang niet bereikt. Maar wie weet, met onze nieuwe coalitie onder aanvoering van Henk, gaan we dat bewerkstelligen, zodat we weer een fantastisch, divers, rijk geschakeerd, schokkend, onverwerpend, veel te luid Nederlands muziekleven krijgen. Dank u wel. Dank de Ereprijs ook voor dat ze dit al die jaren gedaan hebben. En ook u te zien in de zaal 2. Kom jij uit een muzikaal nest? Nee, dat wil zeggen wel muzikale mensen en ouders die ook van muziek hielden. Vader speelde saxofoon, accordeon op feestjes en partijtjes. Mijn moeder eigenlijk verder niet. Maar mijn vader zat in de harmonie, evenals al zijn broers. En daar natuurlijk ook weer de zonen van. Dus dat liep over de straat en dat zag ik. En dat leek me het einde. En vooral het kleinste ding in het orkest, de piccolo. Dus daar ben ik mee begonnen. Dan moest ik eerst even blokfluit doen, maar uiteindelijk piccolo. En dat orkest was al zover dat ze besloten hadden dat ze dan niet leerlingen naar muziekschool stuurden. Dus ik mocht naar de muziekschool in Doetinchem. Waar ik fluitles kreeg van Albert Bruggeman. Fantastische accordeonist en fluitist die in een soort zelfmeten wereld, muzikale wereld opereerde. En dan kwam ik ook weer meegestegen, die later met ons, dus mijn tegenwoordige vrouw, Ans van Dijk, haar broers, de Ereprijs oprichtte. En dan schrijven we 1979. Nou nee, 1979 is het soort officiële oprichtingsjaar met een notariële akte en handtekeningen. Maar samen spelen in verschillende ensembles en het onderzoeken van allerlei muziekstijlen, dat deden we al van af eind 60 eigenlijk met z'n allen. In harmonies, in kleine ensembles die helemaal specifiek gericht waren op middeleeuwse muziek, dus Machaut en aanverwanten. En, maar ook big band repertoire, echt alles wat los en vast zat. Ja. 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 Dus in ieder geval waren we ontzettend aan het onderzoeken wat voor muziek er allemaal geschreven was en dat je dat ook kon spelen. Ja. En Wim Meegers nam daarin het voortouw, dus wij hadden les van hem in het muziekschoolorkest in Doetinchem. Maar hij was ook dirigent van de Harmonie in Gaanderen, waar dus Ans en Bert van Dijk en Michiel van Dijk en Jeroen van Dijk allemaal op zaten. En ik zelf kwam hem dan tegen in Brummen, waar hij ook dirigeerde. En daar kwam ik ook Bernard Hunneking tegen, later in het Breukencollectief. Andere mensen die we er tegenkwamen, Jos Dingelhof, die een van de eerste fluitisten in de Ereprijs was. Met haar vriendin Dolf Heijman, die dan weer hobo speelde. Dus zo'n hele kliek van mensen. Mm-hmm. Waarmee we dus ook allerlei mogelijke stijlen van muziek aan het spelen waren. Ja, ja. En eigenlijk ook alleen maar daarom. Ja. En dat die diversiteit in stijlen, dat was ook bewust iets wat je zelf wilde en opzocht? Ja, dat is eigenlijk nu natuurlijk nog zo. Dus moeilijke woorden van eclecticisme enzovoort. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat er een ongelooflijke muzikale rijkdom is in deze wereld. En het is natuurlijk voorkomen bezopen om je tot één klein vakje daarvan te beperken. Niet dat we dat allemaal kunnen en ook allemaal op juiste niveau kunnen, maar om daar kennis van te nemen en mee om te gaan, naar te luisteren en soms zelf te proberen, is natuurlijk ongelooflijk leuk. Ja. Gewoon om te doen al. En verrijkend. Ja. En in die tijd speelde natuurlijk een rol ook dat je
op de radio, dat is iemand als Han Reiziger had, die dat liet horen. Dus dat je niet alleen maar naar een radio zat waar nu iemand loopt te vertellen hoe zijn hart uit zijn bas springt als die het derde scherzo uit de 570ste symfonie van Mozart hoort. Ja, dat zal wel, maar dat is natuurlijk muzikaal gezien absoluut niet interessant. Wel interessant is om te horen wat iemand over de liefde doet in Noord-Oekraïne, Zuid-Papua en in Patagonië. En dat naast elkaar, dat is een interessant discours over muziek. En dat is nog steeds zo, ja, aan mij. Hetgeen me eigenlijk al meteen brengt ook bij repertoire en de repertoirekeuze van de ereprijs. Is dat jouw pakkie aan? Ja, maar het is ook iets wat zich voor een deel zelf ontwikkelt. Dus we doen nu dit jaar voor de 25e keer de Young Composers Meeting. Ja. Dat betekent elk jaar ongeveer die 25 keer dat 16 jonge componisten uit de hele wereld, dus ook echt vanuit Argentinië of Japan of Nieuw-Zeeland, zelfs, hoe heet dat, Georgië, echt over de hele wereld, uit allerlei stijlen en met allerlei achtergronden, naar Apeldoorn komen en voor de ereprijs schrijven. Ja, dat is dus verder, dat is een artistieke keus om al die mensen te laten komen. Maar wat ze dan schrijven is natuurlijk, ja, misschien touwen, dat kan je niet van tevoren bepalen. Nee. En dat maakt het dus ook interessant om te doen. Maar ook de kwaliteit kun je niet bepalen. Nou, in zoverre dat zoals nu er ongeveer meer dan 100 inschrijvingen zijn. Dus mensen die zich aanmelden en die naar Apeldoorn willen komen. En door de senioren, waaronder ooit Louis, maar nu Martijn en Richard. Padding en Richard S. Wordt er een keuze gemaakt voor 16. Dus die 16 mensen, die mogen naar Apeldoorn komen. En binnen die 16 wordt er dan vervolgens weer een keuze gemaakt voor 3 die een verdere opdracht krijgen om een wat serieuzer werk te gaan schrijven. Dus er zit wel degelijk een soort zeef op waarmee je naar de kwaliteit van die stukken gaat kijken. Ja, ja, ja. Of interessantheid van de componist of de ontwikkelmogelijkheden naar een nabije toekomst. Maar is het nou zo, ik bedoel, je bent dus fluitist, maar je bent dirigent van het orkest. Ben je ook de artistiek leider? Jij tekent wel voor de eindverantwoordelijkheid? Ja. Ja, dat is al een tijdje zo. Ja. Wanneer is dat? Het begint er natuurlijk mee dat iemand gewoon een stuk moet nemen en moet gaan bewerken voor de ereprijs om te gaan spelen. Dus dat stuk wat je dan pakt is toch een stuk waarvan jij denkt dat een leuk stuk is. Ja. En in het begin begon weer meegestaan mee en dat zijn we mee gaan opvolgen. En natuurlijk daar langsop zijn we mensen gaan vragen om speciaal voor ons te gaan schrijven. Ja. En met name in de eerste instantie Nederlandse componisten, maar ook van een aantal hebben we stukken bewerkt. Van Louis bijvoorbeeld, Louis Andriessen, filmmuziek bij The Family. Maar ook het repertoire wat ik voor de verharding schreef. Uit al die bronnen verzamelden wij ons repertoire. Ja. En zo langzamerhand kwam er een eigen lijn met ereprijsrepertoire. En dat had vervolgens weer mee te maken dat ik een componist hoor op de radio. En denk van, goh, wie is dat? Interessant, ga daar achteraan. Blijkt Hanno Kulenty te zijn, komt uit Polen, maar was toevallig op dat moment in Arnhem. Een kopje koffie samen, wil je niet een stuk schrijven? Ja, ik wil best een stuk schrijven, dus dan komt er een stuk. Die heeft een vriendje, die woont ook in Warschau. Die wil ook een stuk schrijven. Nou. En zo breidt zich dat uit. Maar is het nou ook bijvoorbeeld dat leden van het orkest, instrumentalisten, dat die ineens zeggen van, god, ik geloof dat ik nou wel een leuk voorstel heb? Het komt af en toe voor, maar niet zo heel veel. Ah. En ik kan je ook verzekeren dat het jaar ook al redelijk vol zit, al tijdenlang. Dus dat we doen een middelbare scholierenproject. Dat zijn ongeveer 150 nieuwe composities per jaar. We doen studenten van Artes en daarvoor ook van het KC. Dat zijn er ook ongeveer een stuk of 30, 40 nieuwe composities. Dan doen we een premièreprogramma waar
waar we dan de zogenaamde serieuze componisten voor vragen. Dat zijn er ook een stuk of 5, 6 met wat langere stukken. Dan hebben we soms interdisciplinaire of muziektheaterstukken. Dan zit je al aan een opera van 90 minuten of van enzovoort. Dus per jaar rammelt er nogal wat nieuwe muziek door onze vingers in Apeldoorn. Ja. En hoe werkt dat dan? Ik bedoel, is het Ereprijs een orkest die, ik noem maar eens wat, iedere week een dag repeteert of zo? Of hoe gaat dat? Dat was wel zo dat we 2 repetities per week hadden, vast. Nu is het meer projectsgewijs, maar dan het blijkt dat we ongeveer gemiddeld 40 optredens per jaar doen. En dat daarbij hoort een gemiddeld van 2,5 repetitie per concert. Dus het is niet echt steady elke week, maar soms zijn het wel 3 of 4 per week. En dan kom je dus aan dat soort gemiddeldes. Maar even, als ik daarover nadenk, 2,5 gemiddeld, hè? Dus 2,5 repetitie per concert. Een concert duurt toch al gauw 80 minuten, ik noem maar eens wat. Met alleen maar ingewikkelde noten vaak die gespeeld moeten worden. En dat kan dan in gemiddeld 2,5 repetitie. Ja. Dus dat betekent ook wel dat verondersteld wordt dat alle muzici van het orkest thuis flink hun huiswerk doen. Ja. Ja. Anders gaat het niet. Nee, want ja. Het lijkt wel professioneel, soms. Nou, ja. Ik vraag me af of het zo snel in orkest kan eigenlijk. Nee, dus dat betekent niet dat alle stukken maar in 2,5 repetitie gaan. Dus er zijn programma's op middelbare scholen waar dus het aantal repetities per concert een lager gemiddelde hebben dan bij de ingewikkelde concerten. Oh ja. Maar er komt dus een totaal gemiddelde uit van 40 en dan 2,5. Ja. Want ik zit even te denken, als ik nou aan jou vraag, hoe zou jij de Ereprijs omschrijven? Hoe zou jij, als je iemand moet vertellen wat de Ereprijs voor soort orkest is, wat zou je antwoord dan zijn? Mijn standaard antwoord is dat het een collectief is van blazers met 2 gitaren, piano en slagwerk, dat zich toelegt op het uitvoeren van hedendaagse muziek. Actuele muziek. Inderdaad, ja, hedendaags actueel. Dat zijn al termen natuurlijk. Maar het zijn in ieder geval allemaal gecomponeerde stukken. Er wordt niet geïmproviseerd. Nee, niet of nauwelijks. Er zijn wel een paar mensen die zich daarin thuis voelen. En in sommige stukken, bijvoorbeeld in het stukken van Bernard Hunnekink, in een stuk van Louis nu, wat we spelen, Monument for Grettinger, wat refereert aan die grote big band literatuur, daar zitten een paar instrumentale solo's in. En dat kan dus ook. Dus er zijn muzici in het orkest die kunnen improviseren, wat niet altijd zo is natuurlijk bij orkestmuzici. Nee, klopt. Over 2 stukken wil ik het heel graag even expliciet met je hebben. Die zijn ook, dat zijn compositieopdrachten verstrekt door de Ereprijs aan componisten. De stukken Baal van Giel Meiring en het stuk extravagante consonanten. Eerst even met het stuk van Giel Meiring. Want Giel Meiring is natuurlijk een zeer goede bekende van jullie. Jullie werken al heel lang en veelvuldig samen met hem.
Kun je even zeggen iets over die samenwerking? Hoe dat die ontstaan is en wat jou daar dan zo, of de ereprijs, laat ik zo zeggen, daar ook zo in bevalt? Het heeft te maken met dat we hem al spelen en kennen sinds die echte vroegste tijd, dus begin jaren 80. Hij had net een opera geschreven voor het conservatorium in Arnhem. Jeroen speelde daarin. Er kwam een gitarist bij ons langs. Paul Vos, helaas onlangs veel te jong overleden. Die ook mee wilde spelen. En toen zei we tegen haar, nou ja, Paul, dat kan wel. Maar dan zorg je eerst maar eens voor een elektrisch gitaarconcert met de ereprijs. En dan zien we wel verder. Dus binnen de kortste keren had Giel een elektrische gitaarconcert geschreven. En zat Paul in de ereprijs en is er nooit meer weggegaan. Dus sinds die begintijd werken we met hem samen. En dat hij had toen nog een vrij unieke positie als een uitgesproken componist die zowel hogere als, als je dat soort termen nog mag gebruiken, hogere als lagere muziekvormen combineerde. Dus de oermuziek, de onderhandelingsmuziek en de ernstige muziek. En dat is wat ons ontzettend aansprak. Dat je dus niet alleen, dat het wel heel serieus is, maar niet alleen de kanon van de nieuwe muziek volgde, maar ook keek naar de rockmuziek en naar de jazzmuziek en die invloeden gebruikte. En daar gaf natuurlijk dat bandje de samenstelling daarvan. De ereprijs gaf daar behoorlijk aanleiding toe om dat ook te onderzoeken. Ja. Dus sinds de jaren 80 werken we met hem samen. En een van de laatste stukken die hij voor ons schreef is dit Baal. Dat was in het kader van een Brecht festival in Deventer. Met de een combinatie met het Breuken-collectief. Willem had net een nieuw stuk voor ons geschreven, Willem Breuken. Hij had een herinstrumentatie gemaakt van het vioolconcert van Kurt Weill. Dat is een viool en blazers en nu werd het viool en ereprijs. En in dat Brecht-festival zouden dus het collectief en de ereprijs samen optreden. Helaas overleed hij ook weer vlak voor. Maar toen hadden we al wel bedacht dat dan die Baal een mooi uitgangspunt was. Omdat een van de eerste stukken waarmee Willem tevoorschijn kwam in het gecomponeerde veld was het stuk Baal bij het toneelstuk Baal van Bertolt Brecht door de toneelgroep Baal. En we dachten, nou, dus we doen niet dat toneelstuk over, we doen ook niet zijn muziek over. Maar we zouden een aantal stukken daar uitspelen samen met het collectief. En dan zelf een nieuwe versie van Baal. En dan eigenlijk alleen de gedichten. Het is een toneelstuk, maar er staan een aantal gedichtteksten in. En die hebben we daar uitgehaald. Daar heeft Giel opnieuw muziek op gezet. En dat hebben we nog gecombineerd met een paar extra gedichten. Als een lied van het dronkene meisje en dat soort dingen. Dus dat was een soort cyclus van vijf gedichten. Met daarbij de idee om een hoofdpersoon, een baalpersoon te hebben. Dus een mannelijke stem die die gedichten zingt, zegt, acteert. Een combinatie van dat soort eigenschappen. En dat was Rick Paul van Mulligen die dat op dat moment deed. Later gevolgd door Jeroen van Venrooy, die je nu de laatste keer hebt gezien. En daar hebben we ook Xander Straat bij gehaald om daar een regie op te voeren. Zodat hij ook daadwerkelijk als een soort androgyne macho ding heeft gezien. Nou ja, zoiets functioneert. Dus het is niet echt een tenor, het is niet echt een acteur. Het is een soort mengeling daartussen die vorm geeft aan die gedichten. En redelijk geslaagd volgens mij. Und ein Monster im ewigen Wald, wo im Sturm und Strom umbrauste, starb wie ein Tier in Wurzeln eingekrallt, schaut hoch in die Wipfel über den Wald.
seit Tagen ohne Aufhörensauste. Und es standen einige um und sie sagten, dass ihr Stiele, Stiele werde. Komm, wir tragen dich jetzt heim, Gefährte. Hoe is het tot stand gekomen, dit stuk? En ik bedoel, jouw samenwerking met de Ereprijs is al veel ouder, van 95 meen ik zelfs. Maar kun je kort even vertellen hoe dit stuk ontstaan is en hoe je te werk bent gegaan? Ja, het was gewoon een idee van Wim. Die zei, heb je zin om iets te schrijven en, met baalteksten? En toen heeft hij me allemaal teksten gestuurd. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen. En hoe ga je dan te werk? Wat doe je dan? Het is onvermijdelijk als je met teksten van Brecht bent, dat je een soort associatie krijgt met die tijd ook en met die stijl muziek natuurlijk. Hè? Eisler en Kurt Weill en zo. Dus dat zit er volgens mij ook wel een beetje in eigenlijk. Hè? En dat heb ik dan een beetje gemixt met meer muziek van nu, zeg maar. Dus, ja. En theatraal natuurlijk heel erg. Ik kan me heel goed identificeren met die figuur. Volgens mij heeft David Bowie hem ook wel eens gespeeld, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, precies. Ja. Waarom kun je er goed mee identificeren? Ik vind dat we nu in een behoorlijke truttige tijd terecht zijn gekomen. En in die tijd was veel rauwer en ruiger. En dat spreekt me eigenlijk nog steeds wel eigenlijk aan. Ik ben ook wel meer zeg maar, van de 80 en de 70 jaren. Punk. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Sei einfach wundervoll, wo man, wenn man erwachsen ist, allein sein kann. Ein Ort der Demut, dort erkennst du scharf, dass du ein Mensch nur bist, der nichts behalten darf. Ein Ort der Weisheit, wo du deinen Band für neue Lüste reparieren kannst. Wo man, indem man leidlich lieblich ruht, sanft, doch mit Nachdruck, etwas für sich tut. Kennst du dort, was du bist? Eine Bursche, die auf dem Abort frisst. Oké, Sander, kun je even zeggen hoe jij dan betrokken bent geraakt bij... Dus Baal? Nou ja, eigenlijk was het al af toen ik erbij kwam. Was je nog aan het schrijven? Ja, het was ik weet af. Nog, ja, het was ja. Af. Ja. Dat is grappig, ik weet nog, het eerste wat ik zag maar was... Dat was niet dit stuk, dat was een eerste versie. Ja, eerste versie. Er is nu nog een later stuk bijgekomen. Het was het laatste deel, Orkest Gezang, is nog later toegevoegd. Okay. Maar de oerversie, daar kwam ik bij. En wat mij meteen opviel, is de drift, de componeerdrift van Giel. Want de pagina, namelijk de pagina voor het begin,
Hoorde hij helemaal niet bij het stuk, maar hij had wel volledig meegecomponeerd. Giel kan niet, als hij tekst ziet, dan moet hij componeren. Ja. En dat zit er nog steeds in. Dat is heel erg leuk. Dus hoort helemaal niet bij Baal. Dat gaat over, where's that telephone? En goddammit, is there no telephone? Wat is de tekst? Nou, ik heb allerlei teksten. Heel grappig. Maar dat is een soort drift, en dat past ook wel bij het stuk, vind ik. Het is een soort levensdrift. En dat is natuurlijk wat ons ook allemaal aantrekt in die figuur Baal. Mm-hmm. Het is iets wat iedereen wil zijn, natuurlijk. Zonder moraal. Ja, de vrijheid van durven leven, dat is natuurlijk fantastisch van Baal. Dat je durft te leven. Ja. Ben je het ermee eens met Giel dat dit inderdaad een suffige tijd is? Ja, dat weet ik niet zo goed. Iedere tijd heeft zo zijn ding. Het is net zoals, Giel heeft het over het begin van de 20e eeuw. We zitten nu aan het begin van de 21e eeuw. En ik geloof dat het ook wel een soort transitietijd is. Dat er wel een soort, misschien is de periode van die hij bedoelt, meer dan zijn eigen jeugd met Jim Morrison en dat soort figuren. Weet je, met de popmuziek en rauw mensen die, ja. Maar iedere tijd heeft zulke figuren. Dat is wel waar. Iedere tijd heeft figuren die zich buiten de samenleving stellen of die zich die positie in durven nemen. Ja. Ja, die groter voorbij het burgerlijke, voorbij alle normen gaan en die zich durven vrij te zijn. En dat is natuurlijk waar we allemaal jaloers op zijn. Ja. Zij doch niet zo voll en zo verweicht, denn genießen is bij God niet leicht. Starke Glieder braucht man en Erfahrung auch. Und mit unterstört ein dicker Bauch. Zu den feisten Geiern blitzelt Baal hinauf, im Sternenhimmel warten auf dem Leichnam Baal. Manchmal stellt sie Baal tot, stößt ein Geier drauf, speist Baal einen Geier stumm zum Abendmahl. Jeroen, een Tour de Force. Het is wel een pittige klus. Ja, klopt. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Want Sander is dus de regisseur. Kun je iets zeggen over hoe dat jullie het hebben aangepakt? Ja, nou, ik ben ook niet de eerste acteur die dit speelt. Dus het was al een versie gemaakt met Rick-Paul van Mulligen. En ik mocht de herneming gaan doen. Dus er was al wel iets om vanuit te werken. En het is vooral eigenlijk een zoektocht geweest met z'n tweeën in een repetitielokaal van hoe vind je die vrijheid en die losheid en hoe blijft het rauw en onvoorspelbaar. En, maar, ja, daar zijn we dus mee bezig geweest, een aantal repetities. Voor mij is het breekpunt van, wordt die persoon die Baal? En dat heeft hij voor elkaar gekregen. Ja. Want waar zit hem dat dan in? Dat je erin meegaat, dat je er echt in gelooft, hij is Baal. Je persoonlijkheid inzet, dat is heel belangrijk. Dat je durft daar op toneel ver durft te gaan. Met tamelijk toch complexe muziek. Ja. Want je moet namelijk in een vorm die altijd hetzelfde is. En daarom is herhaling, kan iemand anders het ook doen. Maar je moet het wel je eigen maken. Ja. Als je dat niet doet, dan gebeurt er niks. En Jeroen is het heel goed, heeft het heel goed zichzelf eigen gemaakt. Ja. En daardoor is het goed. Is daarvoor een zekere identificatie ook echt wel nodig, denk je? Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Ik bedoel wel, eigenlijk grappig is genoeg, de vrijheid die ik dus als acteur moet zoeken op het toneel, heeft natuurlijk ook met de figuur Baal te maken. Maar ik zou mezelf absoluut niet in een Baal, ik bedoel, het feit dat ik acteur ben en in die zin met kunst bezig ben en spelen is natuurlijk al vrijer dan iemand die op een kantoor werkt, Misschien niet in je dagelijks leven, maar op het toneel wel. Dat moment wel. Ja. Daar gaat het om. Daar gaat het om, ja. Dus identificatie zit er meer in het op het moment op het toneel doen dan dat ik denk, dit is iets wat ik heel erg persoonlijk in mij heb of beleef. Küchenfische schwommen an ihrem Bein, Pflanzen und Tieren beschwerten noch ihre letzte Fahrt. Und der Himmel war abends dunkel wie Rauch. Und hin nachts mit den Sternen das Licht in Schwebe.
Aber früh war er hell, dass es auch noch für sie Morgen und Abend gäbe. Als ihr bleicher Leib in Wasser verfault war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Erst ihr Gesicht, dann die Hände und ganz zuletzt erst ihr Haar. Und dann, was sie aß, in Füßen mit vielen Maß. Guus Janssen, we zitten hier in Arnhem in Musis Sacrum. Vanavond gaat een compleet nieuw stuk van jou voor de ereprijs, door de ereprijs, maar ook voor de ereprijs gecomponeerd, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, vanavond gaat gespeeld worden Extravagante Consonanten. Dat is dezelfde titel als een heel oud Italiaans stuk. Dat heet Consonanze Stravaganti. Ik twijfelde nog over de titel of ik het niet in het Italiaans moet doen, maar... Moet ik nog even achterkomen. Maar er is al heel lang... Want Wim ken ik inmiddels toch ook al... Nou, de eerste keer dat ik hem gezien heb... is toch zeker 20 jaar geleden zoiets. En dan, hij wilde altijd graag een stuk van mij. Maar het kwam er steeds niet van. En op de een of andere manier is het nu gelukt. Het is hartstikke leuk voor allebei. Hoe gaat het in zijn werk? Inderdaad, je zegt al dat hij dat heel lang wil. Maar blijft hij dan zeuren en bellen van Guus? Nee, hij heeft het wel eens gevraagd. En dan, toen lukte het met mijn agenda niet. En dan kom je elkaar tegen. En dan zegt hij, bijvoorbeeld bij de koeien. Met die opera van Misha die ik afgemaakt heb. Daar was hij ook, volgens mij in Arnhem. En toen, daar was hij razend enthousiast. Had dus iets van, hey, dat stuk zou je nog steeds voor ons maken. Weet je nog? Nou, ja. Zo gaat dat dan. En als je dan uiteindelijk... over het nadenken en beginnen, heb je dan ook vrij snel een idee wat voor stuk je wil gaan schrijven? Ik had wel mijn verlangens voor mezelf. En of dat heel precies bij de ereprijs past. De ereprijs is natuurlijk een merkwaardig orkest. Want het is natuurlijk vermoedelijk ontstaan in de tijd van de Volharding zo'n beetje. Dus het heeft ook een beetje de wortels in de 70e jaren. Erfenis van de 60er jaren, Louis Andriessen, Willem Breuker, dat is ook een grote idool van Wim Boerman. Strijdmuziek, weet je wel. Dus ik heb het eigenlijk over een andere tijd, als ik dat zo benoem. Maar daarnaast hebben ze natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt in die trajecten met jonge componisten, met de Young Composers Meeting, die ze elk jaar doen. En op die manier maak ik ze nu als leraar in Den Haag. Geef ik compositielessen, maak ik hun ook mee, omdat leerlingen van mij door hun gespeeld worden. En dat zijn natuurlijk heel andere soorten stukken dan die strijdmuziek waar ik het over had. Kijk, toevallig is nu vanavond, ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt. Want ik zit in de context van Baal, Brecht, Breuker. Maar het is niet zo erg, kijken of ik staande blijf, weet je wel. Dat is in die storm. Kun je iets zeggen over, ik bedoel, ja, je woont en werkt in... de Randstad, zal ik maar zeggen. Kun je iets zeggen over wat volgens jou het belang is... toch van zo'n ensemble aan de andere kant van het land? Vind je dat een belangrijke functie heeft... voor de ontwikkeling van hedendaagse muziek? De ereprijs is natuurlijk die verdienen een ereprijs, laat ik het zo zeggen. Want dat is natuurlijk krankzinnig wat zij ook voor jonge componisten... Ik weet niet hoe lang die Young Composers Meeting nu bestaat, maar het is behoorlijk lang. En wat zij voor die hele sector betekenen, dat is natuurlijk geweldig. En in die zin, misschien maakt het dan ook weer niet uit of je in de Randstad zo'n orkest hebt of in de provincie. Maar het is natuurlijk wel degelijk. Zij hebben hier hun de podia waar ze optreden, dat is toch hier in de buurt vooral. Want ze gaan mijn stuk ook, zag ik in Deventer nog spelen, bijvoorbeeld in december. En wat ook van hun, wat ik dan over hun hoor van mijn collega Martijn Padding, die meerdere stukken voor hun heeft gemaakt. Het is ook niet een soort ensemble wat een stuk één keer speelt en dan nog een keer omdat het moet van het Fonds voor de Podiumkunsten. En dat was het dan. Ze nemen, als ze het een leuk stuk vinden, nemen ze het gewoon mee en dan komt het te pas en te onpas terug. Dan wordt het een repertoire stuk. En
dat is een fenomeen wat... Dat, ik ken het eigenlijk... ze zijn vrij uniek geworden. Vroeger had je natuurlijk meer clubs op deze manier. Maar ik vind dat zij vrij uniek zijn geworden in het Nederlandse beeld. En natuurlijk toch moeite gehad hebben om overeind te blijven in een periode waarin de hedendaagse muziek niet echt meer ondersteund werd. Nou ja, voor de Ereprijs geldt hetzelfde wat voor eigenlijk alle ensembles en ook voor componisten. Voor de hele sector geldt. Ze zijn natuurlijk door die krankzinnige bezuinigingen na 2011 allemaal geraakt en allemaal ter discussie gesteld. Dat geldt voor de componisten ook. Dus dat is een maar goed, ik vind het lastig om daar... Ik kijk liever vooruit en je probeert... ik ga ook gewoon door, weet je wel. Ja. Dus ik blijf bezig. En ook al is er dan tegenwind vanuit de overheid... dat moet niet de reden zijn dat je bij de pakken neerzit. Oh, nou, ook zeker niet dat je een gefrustreerde toon gaat aanslaan. Dat kost me wel eens moeite om het niet te doen. Maar dat ga ik niet doen. Nou, het is zo dat ik sowieso heb ik een grote belangstelling voor vroege renaissance muziek. Fitzwilliam Virgil boek uit Engeland, dat staat echt op mijn lessenaar thuis en dat speel ik door. En we weten niet half wat voor krankzinnige componisten in die tijd, die zijn ook van alle tijden. Soms denken mensen dat dat van nu is, dat er onbegrijpelijke muziek wordt gemaakt, maar dat geldt ook voor die tijd. En... tijdens mijn zoektochten en surfen op internet en weet ik veel, kwam ik op een gegeven moment tegen een stuk met deze titel, dus Consonanze Stravaganti, van Giovanni de Mac, wat een Vlaams-Nederlandse componiste was die in Napels zijn carrière heeft gehad, die bezig was om de grenzen van de toenmalige stemming, dat was dus de middentoonstemming, kijk, in die middentoonstemming kon je maar een beperkt aantal toonaren spelen. Maar die gasten rond hem, en daar hoort ook Gesualdo bij, de Avenosa, die heeft een bekendere naam. Dat is een koorcomponist. Die gingen toch op zoek naar de grenzen van die... Dus waar begon het raar te klinken? Waar begon het te vervormen, te dissoneren? En het is allemaal gebaseerd op drie klanken, zoals wij die kennen, die muziek. Maar hij noemt ze extravagant, omdat ze op een gegeven moment ook kunnen wrijven en wringen. En dat je hoort dat het heel spannend is. En dan kan het weer oplossen naar zo'n toonsoort die wel gebruikelijk was. Het is een beetje, als je het echt gaat uitleggen, wordt het een technisch verhaal. Maar mensen kunnen zich voorstellen
Dus niet gewoon alleen maar dissonante muziek, maar muziek die gebouwd is op drie klanken zoals wij, die wij aangenaam vinden, laten we het zo zeggen. Maar die door die stemming die toen gebruikelijk was, toch heel merkwaardig en dus extravagant gingen klinken. En mijn stuk zitten die drie klanken in. Ik hou ontzettend van drie klanken. Maar er gebeurt van alles mee onderweg. En dat hoor je wel als je het stuk hoort. Dus je voelt het steeds, de aanwezigheid. Maar er zitten toch allemaal, bijvoorbeeld door het versterken van boventonen, kun je akkoorden maken die wel zijn gebaseerd op drie klanken, maar die merkwaardig gaan klinken. Ja, dat soort, daar ben ik dan naar op zoek. Fascineert mij wel. Dat is waarschijnlijk, zo zou je het kunnen zeggen, die Giovanni de Mac is misschien ook wel een beetje een punker geweest in die tijd. Vanwege dat zoeken naar hele ongebruikelijke manieren om muziek te maken. Volgens jou deed hij dat echt om de zaak te verleggen, om de grenzen echt op te zoeken? Ja, ik denk dat het was. Je had toen de eerste bloeitijd gehad van de polyfonie muziek, denk ik. En die was nog tamelijk. Dat ging vooral over parallele quinten. En dat was allemaal heel toegankelijk. En plotseling, en hoe die dingen ontstaan, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat plotseling. Het was niet alleen hij. Het was dus ook, zoals ik al zei, die Gesualdo, Ravenosa. Maar je had ook een zekere Trabacci. Er waren meerdere componisten. Vooral in Napels, gek genoeg ook. Zoals je dus nu een, bij wijze van spreken, een impro-scene in Amsterdam hebt, had je toen een chromatische muziekscene in Napels, zo noem ik het maar eventjes, wat heel gek is. En kennelijk hoort dat bij de mens, dat op een gegeven moment dan verzamelen ze zich ook rond een fenomeen wat nieuwsgierig maakt. En dat had toen met die stemmingen te maken inderdaad, met wolftonen, dus dingen die niet passen, dingen die beginnen te wringen. En dissonantie is natuurlijk van alle tijden in muziek. Want zonder dissonanten, nou ja, tegenwoordig geloven ze wel eens dat in de New Age dat het zonder dissonanten kan. Maar ik geloof dat het wel handig is als er toch ook wat spanning is, weet je wel. Maar als je dan op zoek gaat naar die dissonanten binnen die consonante context, dat is eigenlijk wat die mensen deden, dan dat is wel een interessant fenomeen. Dat is gek. Wat ik ook nog over het stuk kan zeggen is dat het zijn allemaal soloconcertjes. Er zitten een paar dubbelconcertjes in. Bijvoorbeeld de twee saxofoons hebben een dubbelconcert. De twee trombones. Maar er zit een horenconcertje in. Dat duurt misschien 6 seconden. En er zit de fluiten komen aan bod. Er zit een trompetconcertje in samen met de piano. De tuba in het laatste deel. Wat in deze zaal wat moeilijker te horen is. Omdat deze zaal die pakt al het geluid in.
is ideaal voor Bruckner, zeg ik dan. Maar het is niet geschikt voor scherp getekende muziek. Maar ja, op die manier, ik weet niet hoeveel concertjes, maar het zijn iets van 13 concertjes eigenlijk achter elkaar. Tot slot even toch over de toekomst. Je werkt dus, je doet ieder jaar doe je projecten met middelbare schoolleerlingen. Geeft dat jou optimisme over de toekomst van de hedendaagse muziek? Dat doen we eigenlijk niet om nieuwe componisten te kweken. We doen het ook niet om luisteraars te kweken. Niet dat we het erg zouden vinden als dat luisteraars worden. Maar dat is niet nu mag je voor ons componeren, maar dan moet je wel naar 10 hedendaagse concerten toe of zo. Dat heeft er niets mee te maken. Wat we denken is dat als mensen met hun handen in de klei zitten en daar een vorm uit tevoorschijn halen, dat ze vanaf dat moment naar alles wat uit de klei getrokken vorm krijgt, met andere ogen kijken. Oftewel, als je geluid hebt vormgegeven in een compositie, als je dat hebt laten horen aan je peers, dus de klasgenoten, ouders, mensen eromheen, gespeeld door een ensemble wat niet jouw ensemble is, dus ook allemaal vreemde lui, dan gebeurt er iets met je wat op geen enkele andere manier tot stand is te brengen. Dat merken we ook, als ik met ze repeteer, dan zit er iemand naast me die meestal stijf staat van de zenuwen, koud zweet over de rug. En die dan, als dan dat zucht gespeeld is, een ongelooflijke zucht van verlichting. Als dat toch iets is wat in de buurt van het voorstelling zat, van die ze daarvan hadden. Nog beter als dat ook met gejuich wordt ontvangen door de omgeving enzovoort. Maar je gaat, als je twee fluiten een test laat spelen, of een moeilijk riedeltje, of er schuift nog een trombone tussendoor, je gaat daar heel anders naar luisteren als dat je de radio aanzet of een song tegenkomt. En dus je volgt je innerlijke oor weer naar hoe is dat tot stand gekomen, waar gaat dat naartoe. En vanaf dat moment, als iemand dat gedaan heeft, zo'n stuk gecomponeerd en gehoord, dan wordt het stuk van vriendinnetje gespeeld en dan zijn je oren zijn anders gevormd. Je gaat anders luisteren. En wij denken dat als je 85 bent, je dan nog steeds zo luistert. En dat dat de moeite waard is om aan te werken. Dus we vinden eigenlijk ook dat heel Nederland gewoon zou moeten componeren en dat al die ensembles en orkesten het mogelijk zouden moeten maken om dat ook daadwerkelijk door levende muzikanten te horen en daarmee aan het werk te gaan. Dat is wat er mee gebeurt. En dat zou, denk ik, het algemene klimaat enorm verbeteren. Welk klimaat heb je nou precies? Het huidige klimaat. Over korte lontjes, direct reageren. Alleen maar het moment van genot op een beeldschermpje of op een apparaatje. Maar dat je daadwerkelijk jezelf
in jezelf moet gaan zoeken naar een voorstelling van een bouwwerk, van een geluidsbouwwerk, dat ook nog op moet schrijven, vorm moet geven. Vervolgens moet checken of dat klopt als je het terughoort, door anderen uitgevoerd. Dat is een proces wat eigenlijk uit de middeleeuwen komt. En je op jezelf terugwerpt. En waar je dus geen enkele hulp. Je hebt alleen maar je brein, je innerlijke oor, je voorstelling van wat er moet gebeuren. En dan moet je nog vertellen, nog verzinnen hoe dat dan is op zo'n saxofoon. Of moet dat dan toch een klein net zijn? Of een elektrische gitaar? Of wat hoor ik mee? Is dat een gitaar met distortion? Is het toch de basgitaar? Ja. Dus al die kleine momenten van besluit. Als je ervoor zit en er ligt een leeg papier met notenbalken erop. Is dat een enorme beslissing die je telkens moet nemen. Ensemble de Ereprijs, dat dit jaar 40 jaar bestaat, is op 23 maart aanstaande om 8 uur 's avonds te zien op NSG Groenewoud met composities van leerlingen. Hierover en over andere activiteiten van het orkest kunt u hun website raadplegen: www.deereprijs.nl. Deze uitzending van De Muze werd gemaakt door Bas Andriessen.